Sip Kulshof, weer een thuisoverwinning. Begint het nu langzaam een beetje te wennen? Ja, nee, zeker. Maar het is wel lekker om weer thuis te winnen. En ook een keer lekker met ruime cijfers. Hè. Het leek er de eerste helft niet op. Maar als je hem zo af kan sluiten met 3-0, dan staat hier een zeer tevreden coach. Een wedstrijd met twee gezichten? Ja, dat denk ik wel. Hè. Ook qua systeem natuurlijk twee verschillende systemen. En ik vond de eerste helft een beetje futloos, initiatiefloos, tempoloos. Had ook te maken met de tegenstander, want die verrast ons wel met hun speelstijl. Hè. Die speelde 5-3-2. Nou, die speelde vrij compact, dus die speelde ver terug op eigen helft. Die kregen vanuit de omschakeling zelf nog een goede kansen. Wij waren gewoon niet creatief genoeg, wij waren niet zuiver genoeg. Ik vond dat er te weinig diepgang in zat de eerste helft om een tegenstander echt kapot te spelen. Dus de eerste helft was matig, de tweede helft hebben we het in ieder geval goed kunnen omdraaien. En dan eerst geholpen door je keeper en daarna het goed voorin ook afgemaakt? Ja, compliment ook weer richting Erik. Erik heeft weer fantastisch gekiept. Volgens mij was Matthias Schilze man of the match. Maar voor mij waren ze dat wel een beetje met z'n tweeën. Matthias heeft fantastisch gespeeld, maar ook Erik Cummins heeft weer fantastisch gekiept. En dan zie je maar weer van hoe belangrijk dat voor ons kan zijn. Je zegt al van een verschillend systeem in de tweede helft, een ander systeem dan de eerste helft. Was dat gewoon puur tactisch om het anders neer te zetten of was er iets met Van Delen aan de hand? Nee, het is puur tactisch geweest. Hè. Wij wilden met twee vleugelspitsen gaan spelen, dus met Virgil vanaf rechts en met Isa vanaf links. Nou ja, dan moet er toch iemand uit. En wij vonden dat wij op de rechterkant, bij de rechtsbackpositie, heel veel in balbezit kwamen, omdat zij die bewust een beetje open lieten. Nou, we weten van zij dat hij heel erg zuiver is aan de bal. Nou, dat heeft hij ook getoond. Dat laat hij ook elke dag zien in trainingen. Dus vandaar dat wij hebben gekozen voor degene die het beste aan de bal is. En geven de doelpunten dan vanavond aan wat vertrouwen met een team kan doen? Want ze zaten er wel heel lekker in. Het waren fantastische goals. Het begint met 1-0 van Isa. Een geweldige actie binnendoor op tempo. Die schiet hij volgens mij binnenkant voet in de verste hoek. Nou, vlak daarna, dat was ook lekker. Hè? Want 5 minuten later de goal van Sander Houtkoop. Een afstandsschot. Die schiet hij stijf in het kruis. Nou ja, dan is de wedstrijd is gespeeld. En dan hoop je dat je hem nog verder door kan trekken. En dat duurde vrij lang nog. Hè, omdat ik vond dat wij wel wat onzuiver waren in de passing. Zeker in de eindfase. En de 3-0 ook weer een fantastische goal. Dus al met al denk ik een geweldige tweede helft. Dan nog even over de penalty die Dordrecht krijgt. Heb jij daar iets van meegekregen of het een penalty was of niet? Nee, ik heb het niet gezien. Ik heb de vierde man gevraagd. Die heeft het ook niet gezien. De scheidsrechter had het volgens mij zelf ook niet gezien. Maar het was puur op appelleren van de assistent scheidsrechter. Dus die had het gezien. En dan is het voor Erik Cummins denk ik ook wel lekker dat uiteindelijk ook je de nul houdt en dat hij hem stopt. Ja, zeker. Het is, maar dat gaf ook gelijk een boost aan het stadion. Hè? Want je zag na de redding van Erik dat ook het stadion gelijk om ging veren. Ik snap wel, die mensen waren in de eerste helft zeker heel erg rustig. Maar dat kwam ook een beetje door ons spel. Hè? Want het was gewoon de eerste helft niet goed genoeg. Nou, de tweede helft heb je gewoon gezien dat wij heel erg goed kunnen voetballen. Het was de laatste competitie thuiswedstrijd, maar er zit nog wel een drukke week aan te komen. Nee, dit zijn nog twee finales voor ons. Hè. Het is, we spelen dinsdag weer thuis, maar qua competitie heb je helemaal gelijk. Maar qua beker spelen wij een hele belangrijke tegen GVV aankomende dinsdag. Want wij willen overwinteren. Hè, dat zijn we ook aan, vind ik toch wel een beetje aan onze stand verplicht. Ook richting de club. Hè. Je hebt gezien van hoeveel publiciteit dat geeft ook vorig seizoen. En bij de laatste vier. Dus wij willen gewoon overwinteren in de beker. En dan komt volgende week vrijdag nog een keer de tweede finale. En dat is echt voor het aanhaken richting de middenmoot. Hè. We komen steeds dichterbij. Dus we zullen ook daarin volgende week een goed resultaat neer moeten zetten. Ja, want door de resultaten de afgelopen weken stijg je nu ook eindelijk een paar plaatsen. Dat moet nog even doorzetten voor de winterstop. Ja, volgens mij kunnen we niet meer stijgen, omdat wij 4 punten achter staan met geen wedstrijd. Hè, maar we moeten in ieder geval wel zorgen dat we aansluiting krijgen bij de grote middenmoot. Want wij willen uiteindelijk het einde van het seizoen na competitie spelen.